We praten met Thomas Slee, internist, vasculair geneeskundige en medisch manager in het Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wat houdt uw functie normaal gesproken in? Normaal ben ik internist, dus specialist in de interne geneeskunde, doorgespecialiseerd in de vasculaire geneeskunde. Dus ik zie veel mensen op de polykliniek, vaak met hoge bloeddruk, suikerziektebehandeling. Daarnaast ben ik één dag in de week doe ik mee aan de acute zorg. Dan ben ik de supervisor van de spoedeisende hulp en ook supervisor van een afdeling. En daarnaast heb ik de taak als medisch manager om het rijlen en zeilen van de vakgroep interne geneeskunde mee te helpen organiseren. En dat dan in samenwerking met een bedrijfskundig manager van het ziekenhuis. En, ja, dat gaat eigenlijk over alle niet direct zorggerelateerde dingen als personeel inzet, verschuivingen van bedden, beleid eigenlijk, beleid maken. Dat klinkt nu al als een hele drukke baan, maar in deze tijd is dat nog veel erger, denk ik. Het is een mooi gevarieerde baan door deze drie verschillende taken eigenlijk te kunnen combineren op dit moment. En je bent natuurlijk ook wel genoeg vrijgespeeld voor de verschillende taken. We werken hard in de zorg. Ook buiten de coronacrisis om werken we al hard in de zorg. En dat is zeker nu ook wel het geval, ja. Kunt u omschrijven hoe het er nu aan toe gaat in het ziekenhuis en dan met name op de IC? Ja, op het moment is het een beetje een bijzondere situatie eigenlijk in het ziekenhuis. We zijn nu week 4 van de quarantainemaatregelen van Nederland natuurlijk in. En eigenlijk de vierde, vijfde week dat we in het ziekenhuis echt maatregelen aan het hebben genomen rondom het hele coronavirus. Dat betekent dat het heel rustiger uitziet in het ziekenhuis. Daarentegen op de intensive care wordt heel hard gewerkt. Er is een uitbreiding van onze intensive care bedden in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Daar is heel veel werk verricht in zeer korte tijd. En ja, helaas hebben we ook moeten constateren dat we de afgelopen tijd al een hele hoop mensen op de intensive care hebben op moeten nemen. Met coronavirusinfecties. En dat legt wel behoorlijke druk op het zorgsysteem, ook bij ons in het ziekenhuis. Ja, je hoort van die verhalen dat het een onwezenlijke stilte ook is, omdat de meeste mensen in slaap worden gehouden. Voor de meeste mensen van behandeling van de corona op de intensive care, maar ik ben geen intensive care dokter. Ik ben niet een intensivist van subspecialisatie. Maar het is inderdaad zo dat die langdurig beademd moeten worden en daarbij in slaap gehouden moeten worden om ook die beademing over te kunnen nemen van de patiënt zelf. Ja. Ja. Is er nog ruimte in de quarantainekamers en in de IC's van het Franciscus of is het bijna vol? Er is ruimte. Wij zijn eigenlijk elke dag continu aan het monitoren hoeveel ruimte we nodig hebben. We zorgen ervoor dat wij ruimte houden, ook voor niet-coronazorg overigens. Dat geldt voor het hele ziekenhuis. We hebben, wat dat betreft, op dit moment hebben we wel voldoende bedden, maar we maken ons wel continu zorgen over of we wel deze hoeveelheid bedden goed kunnen leveren. En we zijn wat dat betreft maar gelijk ook een complimentje aan Nederland gegeven. Erg blij met dat Nederland zich zo goed houdt aan de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. Want dat lijkt er echt op dat we wat afvlakking zien in het aantal bezoeken van patiënten met corona in ons ziekenhuis. Maar de druk is nog steeds erg hoog. Ja, u werkt nu in een ziekenhuis met tenten voor de deur, geen bezoekers meer. Dat moet heel bijzonder zijn voor u. Ja, dat is eigenlijk wel bizar te noemen, als ik het zo mag stellen. Want het lijkt hier nu de afgelopen weken al elke dag alsof het zondagochtend is in het ziekenhuis. Voor de mensen die het Vlietland ziekenhuis, de locatie Vlietland kennen. Je komt binnen in een hele grote hal waar eigenlijk het hart van het ziekenhuis lag. Altijd patiënten, zorgpersoneel wat rondloopt. Een winkel die open is waar je lekkernijen kan kopen en waar je koffie kan drinken. Dus er is eigenlijk altijd iets te doen. Nu lijkt het altijd alsof het zondagochtend is. Geen patiënten nagenoeg. En
geen, ja, heel weinig zorgpersoneel wat daar is. Want ja, net wat ik zei, de kopjes koffie worden niet meer gehaald daar. En ja, dat maakt eigenlijk dat het hele ziekenhuis een bijzondere sfeer vertoont. Absoluut. Hoe lang kan dit zo nog doorgaan? Ja, dat weten we niet. We weten dat het zeker nog een aantal weken gaat duren. Het is zo dat beleidsmakers van het RIVM en in Den Haag natuurlijk zullen aangeven wanneer we weer wat meer vrijheden als Nederlanders gaan krijgen. In het ziekenhuis zullen wij voorlopig hiermee doorgaan. Wel moet gezegd worden dat we ook ons zorgen maken over de niet-corona zorg die geleverd wordt nog steeds. En waarbij we ook eigenlijk ook willen meegeven aan iedereen van dat we daar er ook gewoon voor zijn. En daar zijn we wel echt aan het kijken hoe kunnen we bepaalde onderdelen van onze zorg weer opnieuw goed opstarten. Je moet zich voorstellen dat op dit moment heel veel polyklinieken zijn afgeschaald, dus zijn uitgesteld, zijn afgebeld deels, maar ook een heel groot gedeelte loopt op dit moment gewoon nog door via telefonische consulten met de patiënten. En het is denk ik van belang om te weten dat we nog steeds toegang hebben tot dit ziekenhuis voor alle ziekten. En dat er niet gedacht moet worden door mensen van, oh, ik kan nu niet in het ziekenhuis terecht. En we hebben ook adequate maatregelen genomen dat een ieder die naar het ziekenhuis moet komen om bijvoorbeeld bloed te laten prikken, dat er niet een verhoogd risico is op het krijgen van corona in het ziekenhuis. Dus heb je ergens last van, dan moet je gewoon naar de dokter en dan moet je gewoon komen. Absoluut. Neem contact op met ons als dokters. We zijn er niet alleen voor corona. We zijn er voor ziekte, voor zieke mensen. Daarvoor zijn wij opgeleid en dat is in de volle breedte. En we hebben ons zorgpersoneel ook daar gewoon voor aanwezig. En dat geldt denk ik ook voor huisartsen. Daar kunt u ook gewoon terecht als u een vraag heeft als het niet corona betreft. Denk niet, de dokter zal het wel zo druk hebben. Wij zijn zeker ook bereid om een ieder met andere ziektebeelden te behandelen. Bent u zelf bang om besmet te raken? Ja, het is iets wat wel door je hoofd heen gaat natuurlijk, als je zoveel ermee bezig bent. De realiteit is dat een groot deel van Nederland besmet zal raken en dus ook zorgpersoneel, waaronder ik, besmet zal kunnen raken. Ik ben daar niet direct heel bang voor. Ik ben er meer realistisch in. Het kan gebeuren. En als het me overkomt, dan moet ik op dat moment zien wat dat bij mij teweeg brengt. Het grotendeel van de mensen heeft milde klachten. En ik hoop uiteraard, mocht het mij overkomen, dat ik dat dan ook krijg. Maar ja, dat zal de tijd moeten leren. Het zijn zware dagen en waarschijnlijk ook lange dagen. Hoe houdt u dat vol? Wat doet u om uw gedachten te verzetten? Zeker lange dagen. Het is wel wat meer in een stabiele vaarwater gekomen. We hebben veel dingen kunnen organiseren. En daarmee komt er nu wel een beetje meer lucht, moet ik wel weer zeggen. Nu is het zo dat we eigenlijk altijd al best wel lange dagen maken als in de zorg. Dus dat zijn we wel gewend. Mijn gedachten verzetten, ja, op het moment dat ik naar huis toe ga, probeer je toch echt achter je te laten. Dat is ook iets wat je vanuit je professie hebt geleerd. Je probeert dan toch gewoon naar de dagelijkse dingen te gaan. Gezin, ik heb een mooie tuin waar ik af en toe ook nog wat in moet doen. Dus zo probeer je toch de nodige afleiding te krijgen. Er worden heel veel acties georganiseerd, donaties, bloemen, snoep, krijttekeningen op de stoep. Krijgen jullie daar iets van mee? Ja, zeker. Tuurlijk, daar kan je niet omheen. De vlaggen die rondom je ziekenhuis hangen, zelfs in de centrale hal, hangen meerdere vlaggen bij ons nu. Vorige week een fantastische actie waarbij er bloemen uitgedeeld werden aan het zorgpersoneel. Ja, dat krijg je zeker mee. Mooie krijttekeningen van kinderen die dat komen doen. Dat is denk ik wel echt een enorme opsteker voor ons als zorgpersoneel.
Ik denk dat het heel fijn is om dat te zien. Dat vinden we überhaupt altijd al fijn als we natuurlijk een dankjewel krijgen. Je doet het werk uit liefde. En ja, het is natuurlijk altijd mooi als je bedankt wordt voor iets wat je met hart en ziel doet. Hoe is de stemming onderling met de collega's? Ja, goed. Ik kan niet anders stellen. Het is heel mooi om te zien hoe flexibel mensen zijn, hoe hard we met z'n allen veranderingen hebben kunnen doorvoeren in een ziekenhuis. Het zijn grote organisaties en als je dan ziet hoe iedereen zijn schouders eronder heeft gezet, bereidwillig is om dingen te veranderen, maar ook van beroep te veranderen, om het maar zo te zeggen. Je moet dan denken dat mensen die normaal niet achter de bureaus werken, maar toch nog een registratie hadden als verpleegkundige, weer terug de werkvloer op zijn gegaan om mee te helpen op de afdelingen. Specialisten die heel ander werk in één keer doen. Dus orthopeden, dermatologen die nu op de corona-afdeling meehelpen om de patiënten te zien en te beoordelen. En ja, dat allemaal vanuit het motto van we kunnen het aan. En dat is heel goed om te zien. Dus ja, een positieve sfeer, zo zou ik het wel willen omschrijven. U heeft in verschillende ziekenhuizen gewerkt, zoals in Australië. Heeft u nog contact met oud-collega's? Want het is eigenlijk overal, die coronacrisis. Ja, het is wereldwijd. Dat valt niet meer te ontkennen. Het is echt een pandemie. Ik heb zeker ook wel contact met collega's in Australië. Dat zijn wel allemaal vrienden van mij, van weleer. En we spreken elkaar wel vaker. Echt op professioneel gebied heb ik verder niet veel contact. Ik weet dat er ook bij hun daar op de intensive care meerdere mensen liggen. En dat zij ook maatregelen nemen, veelal vergelijkbaar met wat wij hier hebben gedaan. Maar echt het uitwisselen van medische gegevens, dat staat er een beetje los van. Het zijn voornamelijk interesses op het vriendschappelijk niveau van hoe het met hun gaat en of zij er ook veel hinder van hebben. Eind 2018 liet u nog trots de griepafdeling zien in het Friedland ziekenhuis en noemde u de griepgolf toen een crisis. Ja, maar deze coronacrisis is natuurlijk wel van een andere orde. Ja, absoluut. Dit is echt wel een maatje groter nog. Wij zijn wel heel blij met wat we toen hebben gedaan met de griepafdeling. Want het feit dat we die griepafdeling toen hebben opgezet, maakte dat wij uiteindelijk in een kleine 6 uur tijd twee corona-afdelingen hebben kunnen maken op een vrijdagmiddag. Naar aanleiding van het draaiboek wat we over die griepafdeling nog hadden. Op zich is corona, net als griep, een virusinfectie. En neem je qua maatregelen bijna helemaal dezelfde lijn aan. En konden daarmee met dat draaiboek wat we nog hadden eigenlijk heel snel opschalen naar twee corona-afdelingen. En dat is denk ik ook wel heel erg mooi om dan te zien dat je iets wat je eerder hebt geëxperimenteerd, dat je daarop verder kan uitbouwen. Hoe ziet uw dag er verder uit vandaag? Vanmiddag ben ik even vrij. Dus na dit interview zal ik het ziekenhuis verlaten. Maar in de tussentijd staat er al wel weer, merkte ik, een aantal mensen dingen aan mij te vragen. Dus ik ben denk ik thuis nog wel even genoodzaakt om de computer open te zetten en toch nog wel wat telefonische vergadermomentjes in te lassen. Maar in principe ga ik dadelijk lekker het mooie weer even tegemoet en dan neem ik even een middagje vrij om morgen weer vol aan de slag te gaan. En morgen heb ik het acute sein en sta ik als tweede persoon bij de corona-afdeling ook ingedeeld. Dus dan ga ik weer de werkvloer op. Ik wens u veel succes en bedankt voor het interview. Graag gedaan, dank u wel.